Het ministerie van Volksgezondheid organiseert op zaterdag 20 maart en zondag 21 maart in samenwerking met het bedrijfsleven grote vaccinatiedagen in KKF. Het ministerie wil met deze grote vaccinatieactiviteiten het vaccineren toegankelijker maken voor de verschillende doelgroepen. De groepen die nu gevaccineerd worden zijn alle 60-plussers, alle 40 tot 60-jarigen met onderliggende aandoeningen zoals nierziekten, diabetes, mellitus, suikerziekte, overgewicht, sikkelcelziekte en hoge bloeddruk. Alle dialysepatiënten, personen woonachtig in de bejaardentehuizen en alle zorgmedewerkers. Om de vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat ieder die gevaccineerd wilt worden, zich eerst registreert op de website www.laatjevaccineren.sr of biogjournaal.com. Als de online registratie niet lukt, kan er gebeld worden naar het gratis nummer 178. Welkom, dit is het COVID-19 journaal. De vaccinatiecampagne op de diverse locaties lopen vlot. Vandaag was het de beurt aan de seniorenburgers van Huize Albertine aan de Jagannath Lakshmanstraat. In het tehuis verblijven momenteel 65 bewoners. Huize Albertine bestaat nu al 46 jaar. De oudste bewoner is 100 jaar. Huize Albertine bestaat al, dit jaar zijn we 46 jaar oud. En om even iets over Albertine te vertellen. Wij zijn een christelijke organisatie en vallen onder de EBG, Evangelische Broedergemeente. En we nemen alle soorten bewoners hier. We hebben op het ogenblik ongeveer, met nieuwe opnames, 65 bewoners. En ook evenveel zorgverleners. Onze oudste bewoner is mevrouw Wallerlei. Volgend maand wordt ze 100 jaar. En dat is fantastisch. We zullen kijken hoe we een feestje voor haar zullen bouwen. En daarna heb je ook meneer Groenbast. Meneer Groenbast is laatst 98 jaar geworden. Ook de COVID-protocollen worden strikt nageleefd. Directeur Glunder zegt dat wat de naleving van de protocollen betreft, zij heel erg streng is. Ik volg het nieuws en ga precies naar wat er afgesproken wordt. En ik ben nogal streng ten aanzien van de protocollen. Ik hou ze strikt in de hand. En het lastige is dat je geen bezoek toelaat voor de mensen. Zolang je ziet dat de cijfers niet echt dalen en de minister en ministerie zouden aangeven van kijk, je kunt bezoek toestaan. Doe ik het ook niet. Maar natuurlijk heb je uitzonderingen. Hè? Als de mensen echt heenwee hebben naar hun familie, dan laat je ze wel op bezoek komen. Maar je houdt natuurlijk strikt de COVID-regels in acht. Vandaag worden er 35 personen in het tehuis gevaccineerd. Het gaat om bewoners en personeel. Ook de directeur, mevrouw Glunder, is reeds gevaccineerd en deelt ook zij haar ervaring met het COVID-journaal. Vandaag worden er in totaal bewoners en personeel worden ongeveer 35 mensen gevaccineerd. U wil weten als ik gevaccineerd word? Wel, om u precies te zeggen, ik ben een van de eerste die gevaccineerd zijn. Zaterdag was er een campagne in KKF. Ik ben met mijn bewoners er naartoe gegaan. En ik ben ook gevaccineerd zaterdag samen met ze. Ik heb geen bijwerkingen gehad. Ik denk van dat eigenlijk moet ik ook eerst zeggen dat ik erg blij ben dat ik gevaccineerd ben. Waarom? Omdat ik vele mensen kon over de streep kon halen. Om ze duidelijk te maken van hoe belangrijk het ten eerste is om gevaccineerd te zijn. En dat ik tenminste persoonlijk niet echt bijwerkingen gehad heb. Je moet veel drinken. Dat is standaard dat je heel veel moet drinken. Zeker 3 liter per dag als je gevaccineerd bent. Ik heb alleen maar natuurlijk de tweede dag een beetje spierpijnen, maar dat is normaal. Bij elke vaccinatie heb je verschijnselen. Een beetje spierpijnen en een beetje transpireren.
En dat was in feite alles wat ik ervan kon zeggen. Ik voelde me kip lekker de derde dag. De 86-jarige Isaac Edman zegt in gesprek met het COVID-journaal helemaal ready te zijn voor het vaccin. Samen met de 75-jarige Iwan Lilienstein geven ze aan waarom zij gevaccineerd worden. Als het gaat om een, hoe moet ik het zeggen, een dodelijke zaak, die coronavirus. En als de medische wereld middel gemaakt heeft om je tegen te weren, daar moet je gretig gebruik van maken. Want ik wil niet doodgaan nog. Het is goed voor de maatschappij, voor jezelf en volgens de wetenschap voor de hele wereld. Het is moeilijk. Ik vertel die mensen altijd hier dat ik een godkenner ben. Je hebt veel dienaren gods, maar je hebt weinig kenners. Elke kenner van God is een dienaar. Maar niet elke dienaar is een kenner. En wij weten dat God de wetenschap ook kennis heeft gegeven. Maar de mens is bang voor nieuwe dingen. Daarom komt de Surinamer altijd met vakantie naar Suriname. Terwijl naar Spanje, hij moet nieuwe dingen leren. We zijn oud om nieuwe dingen te leren. En ik ben niet blijven steken. Ik ben een man van 75, maar ik weet wat er gebeurt. Dus je moet ook hier mee gaan. Binnen mijn familiekring, dus gezins, broers en zo, ze zijn niet bang, ze begrijpen het. Ze moeten meewerken dat ze beschermd worden. Wees niet bang, je moet weten van op den duur kan je nooit tegen wat boven je is. Er zal eens een wet komen dat niet gevaccineerden bepaalde dingen niet gaan mogen kunnen doen. Die mensen die verkeerde informatie verschaffen. Moet je gewoon straffen. In feite moet je niet straffen, je moet ze in een krankzinnig huis zetten, in een psychiatrische inrichting. Want alleen maar een gek mens doet dat soort dingen. Waarom zou ik zeggen, ik ben een vrouw terwijl ik een man ben? Dan moet je toch ziek zijn, dus het zijn zieke mensen. Mensen, laat je vaccineren. Er hoeft geen enkel twijfel te ontstaan. De vaccinatie brengt voordelen met zich mee, dus doen. Aldus de woorden van mevrouw Glunder. Weet u, er zijn je zult altijd mensen hebben die twijfelen aan een vaccinatie. En mensen die vinden van zo'n korte tijd heeft men een vaccinatie kunnen ontwikkelen. Maar je moet kijken naar wat je ervoor, dus het voordeel wat het vaccineren je geeft. En als je mij vraagt, heb je meer voordelen dan nadelen? Natuurlijk, heel veel waait vanuit het buitenland naar hier en men neemt het mee. Maar je moet voor jezelf besluiten, het is geen dwang. Maar je moet voor jezelf besluiten, wil ik of niet. Maar ik zou toch aan mensen adviseren, voor jezelf, voor je gezin, voor je omgeving, voor je vrienden, laat jezelf vaccineren.
In het Diakonessenziekenhuis loopt ook het vaccineren van senioren burgers vlot. Voor vandaag zijn er 46 mensen gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. We gingen in gesprek met anesthesioloog Dr. Shuli. Zij is de verantwoordelijke voor de COVID-vaccinatie in het Diakonessenziekenhuis. We hebben een week terug, eigenlijk twee weken terug eerder al, gesprekken gehad binnenshuis hierover. En toen hebben we een week terug besloten dat we toch de service willen geven aan onze gepensioneerden en aan ouderen, familieleden, 60-plussers, familieleden van personeelsleden van het Diakonessenhuis, om hier gevaccineerd te worden. En verder bieden wij ook de mogelijkheid aan 60-plussers die bekend zijn op de poli van een van onze medisch specialisten om in het ziekenhuis waar ze al gewend zijn om te komen gevaccineerd te worden. Afhankelijk van hoe lang wij beschikbaar zijn, plannen wij aantal personen per dag. Want wij gebruiken namelijk ons eigen personeel om de vaccinatiepost te bemannen. En dat betekent dat we dat zorgpersoneel onttrekken van de reguliere zorg op de verpleegafdelingen. En we overleggen elke week met hoofden en met de twee ziekenhuishygiënisten, zeg maar, hoeveel ampullen wij die dag kunnen gebruiken. En dan maken we een planning dat we zoveel personen oproepen voor die dag. Op de eerste dag, dat was donderdag 11 maart, hebben we 106 personen gevaccineerd. En die vrijdag, de dag erna, hebben we, even rekenen, 68 personen gevaccineerd. Gisteren was onze derde dag, hebben we 107 personen gevaccineerd. En vandaag staan er 46 op de lijst. Vandaag is een kortere werkdag, omdat onze twee ziekenhuishygiënisten andere afspraken hebben. Andere werkzaamheden hebben. Verpleegkundige Donovan Wirio-Reggio vertelt hoe de planning verloopt. Vanaf de registratie tot na de dag van vaccinatie. De planning is gemaakt om de kwartier, elk kwartier, één persoon. En dat kwartiertje houdt in dat mensen dan gewoon voor de pre-registratie komen. Ze worden gecontroleerd, de vitale functies worden gecontroleerd. En dan stromen ze door naar de prikpunt van ons om dan gevaccineerd te worden. De selectie gebeurt door een registratie via de mail. We zijn begonnen. Vorige week zijn we begonnen met het registreren van gepensioneerden en 60-plussers van het Diakonessenhuis. En daarna mochten medewerkers hun familie, hun naaste familie opgeven voor de selectie. En ook vrienden en anderen die zeg maar in de categorie 60-plus behoren, mochten zich zo via een medewerker opgeven. Wij krijgen dagelijks feedback voor wat van de patiënten die wij geprikt hebben. Ook vanwege het feit dat ze meer familie zijn en vrienden van personeelsleden. En zij worden geïnstrueerd om gelijk iets door te geven, ook aan ons. Zodat wij weten waarop we ook bij anderen moeten letten. En tot nu toe hebben we geen klachten van noemenswaardige klachten. De oudste persoon die wij hier gehad hebben is 92 jaar. Ja, 92 jaar. Dat hebben wij vorige week vrijdag. Die mevrouw hebben we vorige week vrijdag gehad. En gisteren hebben wij vanuit haar, degene die haar opgegeven heeft, contact gehad. En zij zegt, oma vindt het zo fijn en oma heeft het zo prettig ervaren. En ze heeft helemaal geen verschijnselen vertoond. Echt helemaal niets. Thank you.
Even wat de vaccinatie betreft wil ik mensen adviseren om zich te laten vaccineren. Het zijn nou eenmaal zo dat wij te maken hebben met een pandemie. En de verschillende meningen van mensen zoals ze dat via verschillende medium ventileren. Natuurlijk, het is nu nog niet verplicht, maar laten wij samen de pandemie tegengaan. En dit is de eerste stap, of de stap die de WHO, die de wereld genomen heeft om de pandemie in te dammen. En laten we gezamenlijk eraan werken, zodat wij weer tot het normale kunnen gaan. Ik ben al gevaccineerd, het voelt heel goed aan. Ik zou de Surinamers of het volk adviseren om het te komen doen. Er is niets aan de hand. Ik heb AstraZeneca gehad. Er is niets anders in Suriname dan AstraZeneca. Hier is het. Ik heb een prikje gehad. Als je dat prikje hebt gehad, ga je voor observatie zitten. Een kwartiertje, je krijgt een flesje water om te drinken. En na dat kwartiertje mag je weg. Je bloeddruk wordt opgemeten. En je krijgt dan een prikje. Heeft u onderliggende ziekte? Nee, ik heb niets. Helemaal niets. Ik heb geen onderliggende zaken. En u was niet bang om het vaccin te nemen? Nee. Ik heb echt eerst gebeden voordat ik naar hier kwam. En voordat je dacht, je voelt helemaal niets. Om mezelf te beschermen. Er waren zoveel besmettingen, het neemt af in Suriname. Je moet je beschermen. En bescherm je zeker ook andere mensen. Als je het niet doet, kan je nergens. Als je dit niet in handen hebt, kan je nergens. En je moet dan nog een tweede vaccin krijgen. Na 2 weken, geloof ik, moet ik er weer zijn. Het staat op die kaart geschreven. Nou, ze moeten stoppen met die fake berichten en niet erin geloven. Want dat brengt iedereen in de war. Het had me in den beginnen in de war gebracht, maar toen zeg ik nee. De dokter is komen vertellen. Ik zeg nee, we moeten luisteren naar volksgezondheid en niet naar die fake berichten. We hebben het nou weer gehad voor dit COVID-19-journaal. Is er een bedlederige in de familie? Staat u erbij door die te registreren op de websites biogsuriname.com of laatjevaccineren.sr. Wie weet kom jij dan in aanmerking om dit weekend ook nog gevaccineerd te worden tijdens de grote vaccinatiecampagne op het KKF-terrein. We zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Goedendag!